We zijn hier in het gemeentehuis van Castricum. En op uitnodiging van Valgen Binnendijk is hier Diederik Samsom, die ons vanavond heeft verteld over de energietransitie en het klimaatakkoord. Diederik Samsom was klimaatexpert in de Tweede Kamer. En sinds vorig jaar is hij adviseur bij de huisvuilcentrale in Alkmaar, HVC. En in dat verband adviseert hij gemeenten. Wat adviseer jij de gemeente Castricum? Nou, allereerst om een goed doordacht plan te maken over wat in welke wijk nou een verstandige oplossing is. Castricum bestaat uit een aantal wijken, ouder, nieuwer. En in elke wijk is het net even anders. Sommige past het warmtenet beter. Andere wijken kun je beter met warmtepompen aan de slag. Soms met aquathermie, een nieuwe techniek. Dat is eigenlijk een combinatie tussen een warmtenet en warmtepompen. Nou, dat plan, dat moet er eerst komen. En als je dat hebt, dan kun je aan de slag. U hebt gehoord van Calorie, dat is de energiecoöperatie in Castricum. Hebt u adviezen voor de stichting Calorie? Nou ja, eigenlijk zouden ze mij beter kunnen adviseren dan ik hen. Zij zijn er al heel lang mee bezig, hebben er ook veel meer verstand van. En hebben vooral heel veel verstand van hoe het nou is, hoe het nou voelt om bewoners, die over het algemeen helemaal niet zo met energie bezig zijn, hè, dat is er gewoon klaar, om die toch mee te nemen in dat verhaal over een duurzame energievoorziening en een mogelijke verbouwing van je woning. Maar dat is nog best ingewikkeld. Dat is eigenlijk het echte werk. De plannen maken, dat is allemaal. Nu is het zo dat wij hier in Castricum onder een drukke aanvliegroute van Schiphol wonen. Er wordt nogal wat CO2 boven onze hoofden geproduceerd. Hebt u tips voor ons? Hoe houden wij de burgers actief betrokken bij die energietransitie die toch nodig is? Ja, die twee dingen die helpen niet. Hè? Want bewoners denken, ja hoor eens, moet ik hier mijn woning gaan verbouwen? Moet je eens kijken, laat ze eerst maar eens wat aan die vliegtuigen gaan doen. Maar het moet toch echt allebei tegelijk. We moeten zowel iets aan het vliegverkeer doen, dat moet schoner, dat moet ook stiller. En dat kan ook met innovatie, misschien wel met iets minder vliegen met z'n allen, maar goed, dat zullen we nog zien dat er nodig is. Maar tegelijkertijd moeten we met onze woning aan de slag. Kijk, dit is geen hysterische overspannen operatie als je op tijd begint. Want we hebben dan 30 jaar de tijd om alle woningen één keer onder handen te nemen. Nou, in de komende 30 jaar komt elke woning echt wel een keertje aan de beurt. Je wilde toch al een badkamer verbouwen of een serre, of je koopt een nieuw huis en dan ga je ook verbouwen. Nou, bij die momenten moeten we erbij zijn om ook die isolatie en een andere warmteketel te kunnen installeren. Nou hoor ik u zeggen minder vliegen, maar er zit een uitbreiding aan te komen juist van de aantal vliegbewegingen hier boven onze hoofden. Op dat punt is het lastig de bewoners betrokken te houden en gemotiveerd bij die energietransitie. Ja, dat snap ik heel goed. Maar het is ook heel hardnekkig, minder vliegen. Want wij vliegen allemaal en we vliegen ook allemaal steeds meer. Als je kijkt naar wat onze ouders vlogen en wat wij nu vliegen, dat is een verschil van dag en nacht. Het is enorm. En dat geldt ook voor veel inwoners in Castricum zelf. U wilt groot inzetten op de warmtepomp. Daar hebt u ook in uw toespraak net het een en ander over verteld. Maar dat is nog erg nieuw. Er zitten kinderziektes in. Ze zijn nog duur. Wat vindt u daarvan? Nou ja, allereerst, je moet het ook niet zomaar in elk huis doen. Hè? Je moet echt een supergoed geïsoleerde woning hebben. Een nieuwbouwwoning, zeg maar. En dan kan een warmtepomp op een comfortabele manier je huis verwarmen. Ook tegen een lage kosten. Maar als je hem in een slecht geïsoleerde woning hangt, dan heb je er echt alleen maar ellende van. Dan betaal je blauw en elektriciteit en je hebt niet eens een warme woning en de herrie is ongelooflijk. Dus het moet wel verstandig. Dat is eigenlijk het belangrijkste deel van mijn pleidooi. En dan moet je het dus niet overal zomaar doen. Op heel veel andere plekken zijn warmtenetten of misschien een hybride warmtepomp. Een soort combinatie tussen cv-ketel en warmtepomp. Zijn dan veel betere oplossingen. Uiteindelijk is mijn betoog, ga op een verstandige manier aan de slag. De gemeente moet daar ook bij helpen, want vaak moet het als wijk als geheel. Nou, dan is de gemeente natuurlijk de aangewezen persoon om dat te organiseren. En doe het op je eigen tijd, op je eigen manier. Niet morgen in paniek naar de gamma rennen, niet nu met een koevoetje cv-ketel van de muur trekken. Kijk rustig wanneer voor jou de verbouwing het beste uitkomt. Maar als je dan gaat verbouwen, ga dan ook die isolatie doen. Maar hoe verhoudt zich dat dan tot die gemeentes die ook allerlei plannen hebben, zoals warmtenetten aanleggen? Moet je als particulier nu gaan investeren in zo'n warmtepomp? Nou, zo'n warmtepomp niet per se. Isoleren is altijd goed, daar krijg je nooit spijt van. Dus als je je woning gewoon goed isoleert, tot label B zeg maar ongeveer in de volksmond. Hè, dat betekent eigenlijk spouwmuurisolatie, dubbelglas HR++ glas, hè, dubbels of zelfs trippelglas, vloerisolatie als dat mogelijk is en dakisolatie. Dan heb je een goed geïsoleerde woning, daar krijg je nooit spijt van. Als er dan een warmtenet voor je deur komt, heb je gewoon een lage rekening, want je hoeft niet zoveel warmte te gebruiken. En als er geen warmtenet komt, ben je op termijn klaar om je cv-ketel te vervangen door een betere verwarmingstechniek, een hybride of een echte warmtepomp. Op die manier krijg je nooit spijt van wat je hebt gedaan.
Het zijn lange trajecten, het gaat allemaal lang duren. Milieudefensie die heeft de noodklok geluid. Hè? Die zegt, we gaan de doelen van Parijs niet eens halen. Wat vindt u daarvan? Nou, het wordt wel spannend. Dat is waar. Dus ik deel wel de zorg van Milieudefensie en het gevoel van urgentie wat daarbij hoort. Dat gaat vooral overigens over de echte grote CO2-uitstoot. Hè? Dus het verkeer, wat we al zeiden, maar ook de industrie en de elektriciteitssector. Bij huizen is het niet zozeer deze verbouwing, daar hangt Parijs niet van af. Deze verbouwing is vooral belangrijk voor de toekomst van ons land. We hebben beter geïsoleerde woningen nodig, gewoon omdat we comfortabeler willen wonen, een wat lagere energierekening willen en op termijn kunnen onze huizen niet meer met gas verwarmen. Dat is op de lange termijn, maar dan moeten we wel nu beginnen om dat op termijn waar te kunnen maken. Nu is het zo dat de industrie natuurlijk heel veel energie gebruikt, veeteelt. Hoe verhoudt zich dat tot ons burgers, consumenten? Is het niet zo dat de rekening uiteindelijk bij de burger terechtkomt? Ja, de rekening komt uiteindelijk altijd bij ons allemaal terecht. Of we nou burgers zijn of belastingbetaler. Maar ergens moet het natuurlijk met z'n allen betaald worden. Het positieve nieuws is, dit is te betalen. In een land wat 600 miljard per jaar omzet, want dat is het, 700 miljard inmiddels bijna, kunnen we die 4 miljard van die energietransitie echt wel ophoesten. Zeker als we weten dat we er een beter land voor terugkrijgen. Zowel in schonere bedrijven, als in schonere huizen, als in schonere energie. Dat klinkt mooi, dank u wel. Graag gedaan.